De partner van Peter R. de Vries heeft de laatste berichten gedeeld die hij naar haar stuurde vlak voor zijn dood. We laten je in deze video de screenshots van de gesprekken zien. Maar abonneer alvast even om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws op YouTube. Peter R. de Vries is 35 jaar getrouwd geweest met zijn vrouw Jacqueline. De twee scheiden een aantal jaar geleden. Na de scheiding ontmoette Peter zijn nieuwe vriendin Tamina. Peter en Tamina waren tot het laatste moment samen. Peter en Tamina ontmoetten elkaar zo'n 6 jaar geleden tijdens werk. De vonk sloeg gelijk over. Op dinsdagavond 6 juli zouden de twee zelfs een huis gaan bezichtigen samen in Utrecht. De woning zou precies tussen hem en haar in liggen. Maar zoals we nu weten, liep die dag heel anders. Op 6 juli om 7:30 werd Peter R. namelijk neergeschoten. Hij liep op dat moment terug van het Leidseplein. Hij was net bij de studio van RTL Boulevard geweest voor zijn laatste uitzending. Na de opnames liep hij terug naar waar zijn auto geparkeerd stond. Helaas kwam hij hier nooit aan. Hij werd toen neergeschoten en is hierbij 5 keer geraakt. Peter werd hierbij onder andere in het hoofd geraakt. Hij werd hierna meteen naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij 9 dagen in coma heeft gelegen. Uiteindelijk overleed Peter aan zijn verwondingen. Tamina, de vriendin van Peter, vertelt nu voor het eerst hoe die dag voor haar was en laat de laatste berichten zien die zij samen hebben uitgewisseld. Tamina zei hier het volgende over. Peter had onze woning al bekeken en was erg enthousiast. Hij zei, ik maak een afspraak, dan kunnen we vanavond samen gaan kijken. Ik moet eerst naar Boulevard, maar ik kan er om 7:45 zijn. Tamina liet op WhatsApp weten dat ze het best spannend vond. Ik vind het wel spannend, die bezichtiging, schreef ze aan Peter. Hij antwoordde, ja toch? Toen hij klaar was bij Boulevard, appte Tamina naar Peter dat ze ging vertrekken. Hij reageerde met, oké. Ik was bijna bij het huis toen de zoon van Peter mij appte. Peter is neergeschoten. Ik begon meteen te schreeuwen. Toen ik Peter belde en hij niet opnam, wist ik, foute boel. Hij nam altijd op als ik belde, zelfs als hij in een bespreking zat. Nadat hij ook niet meer op mijn appjes had gereageerd, wist ik dat het waar was.